PSV speelt vandaag zeer gedurfd. Guus Hiddink koos voor Kieft, Paulsen en Romario in de spits. Van Aarle en Vanenburg bleken in de laatste training gisteren voldoende fit om als basisspelers te starten. Door de aanvallende samenstelling van PSV koos Leo Beenhakker voor een wat meer defensief elftal. Mark Verkuijlen is na een Achillespeesblessure terug. Vink staat in de basis en Jan Wouters speelt op het middenveld. Richard Witsche en de Hongaarse international Fischer, zij zitten op de bank. Van Schip. Vrije trap Ajax. Blind, achter Heinze vandaan. Roy net niet. Paulsen. Verkuijl trekt al wat naar binnen om hem straks de weg af te snijden. Dieft. De Boer. Vanenburg. Oh, de pegel. Romario. Vanenburg. Ja! Zeker tegen de paal. Wat een moment. Eindelijk een flitsende driehoekscombinatie met deze schitterende driebander van Gerald Vanenburg. Vanenburg, misschien dat dit moment hem inspireerde om nog meer de lijnen uit te zetten. Ellerman, coach, linies bij PSV spelen nu korter op elkaar. Er is niet meer die afstand van 50, 60 meter tussen de verdedigers en de aanvallers. Vanenburg, kiept. Romario 1 tegen 1 met Larsson en daar is hij altijd goed in. Romario, ja! Romario Sosa Faria, hij is terug bij PSV en hij scoort. Goed gezien ook van Kieft. Even is de rugdekking weg, is Fink weg en daar is die dekselse Braziliaan weer. Die moet PSV natuurlijk nooit verkopen. Wat een klasse. 1-0. 11e minuut, tweede helft. En dan op het moment dat Ajax de wedstrijd in de zak had. Verkuijl. Ajax moet nu risico nemen. Even los van Nielsen, Ronald de Boer. Hij raakt die bal maar half. Maar hij was er dichtbij bij de gelijkmaker. Prachtig paasje van Vanenburg op Kieft. Kieft! Kieft! Rugdekking is weg nu, Ajax achterin 1-1 speelt. Vanenburg wipt die bal over Fink heen. En Kieft heeft 2-0 op de schoen. Menzel wacht heel lang met zijn reactie en die is goed. Van Aarle duikt het gat in, Larsson. Weer Larsson. Het PSV is veel scherper, dit is een andere ploeg dan voor rust. Hoewel er maar één wijziging plaatsvond. Vanenburg. Derby die niet meer achter zijn verdediging blijft hangen, maar er nu voor speelt. Ellerman. Hieft. Fink. Wouters. Van Aarle. De Boer. Van Schip komt achterlangs. Nou, dat scheelt weinig.
Romario verloor. Dat leidde tot die 1-0. Bergkamp komt erin. Gerrits. Kieft. Nog een dik wordt hier. Vaandenberg goed vrijgespeeld door Kieft. Hij bereikt Romario net niet. Romario, 2-0. En de verdienste ook van Willem Kieft, die hem koppend aanspeelde. Ajax protesteert tegen een overtreding van Wim Kieft. Maar Romario viert zijn feestje. Kijk, Kieft zet zijn lichaam erin tegen Verkuil. Romario misschien de bal met de hand nog meegenomen. Maar Blankenstein keurt de tweede goal van PSV goed. Nee, Romario speelt de bal niet met de hand. Hij maakt het cool af. Zijn tweede goal en een persoonlijke triomf. Vink. Dubbele dekking. Lerby en Nielsen. Witsche. Vaneburg gaat gewoon iets harder het duel in. Dat is ook het verschil tussen dit PSV en Ajax. Bij PSV lopen meer grote kerels rond. En PSV heeft natuurlijk Romario. Geblokt door Verkuil. En nogmaals Romario Kieft. Penalty of niet? Nee, Ellenman. Men zo woedend op Blankenstein. Omdat er sprake zou zijn van buitenspel. Maar het is ook de frustratie van de nederlaag. Wouters, de Boer. Valks, Heinze. Zo speelt PSV de laatste minuten van deze wedstrijd uit. De wedstrijd die het in de tweede helft naar zijn hand zette. Deels door de wissel, Paulsen, Elleman. En voor een belangrijk deel ook door het karakter van Lerby, Gerrits. En de klasse van Romario. Wouters, Witsche, de laatste stuiptrekking van Ajax dat zijn derde competitienederlaag leidt. Dit keer tegen PSV in Eindhoven. PSV dat thuis voor het eerst wint. En zo wint.